Erik, je rijdt hier een hele, hele puikenwedstrijd. Je zit vanaf het begin goed in de wedstrijd, mee met de kopgroep. Toch word je nu op het laatst door Sebastien Carabin geklopt in de sprint. Was het voor jou gedaan in de laatste ronde? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik had er wel vertrouwen in dat ik die sprint kon pakken. Maar hij trok het laatste stuk in het bos nog even door, waardoor ik net op een metertje kwam te zitten. Ja, en op het moment dat ik hier op het laatste rechte stuk in zijn wiel zat, ja, toen kon ik er ook niet meer voorbij komen. Was het gewoon te kort. Dus net iets verkeerd ingeschat eigenlijk. Maar dat is het enige wat jammer is. Want dat had ik wel graag gepakt natuurlijk nog die tweede plek. Maar ja, de eerste plek toen had ik na een paar rondes wel door dat de Milan gewoon te hard reed. En heb ik gewoon even het gas teruggenomen en probeerde eigen tempo te pakken. En ja, toen kon ik mezelf alweer goed herpakken en met die andere jongens meekomen. Dus dat heb ik het wel goed aangepakt, denk ik. Ja, oké. Het is een derde plek voor jou vandaag. Mooi resultaat. Je hebt ook in Turkije hele goede wedstrijden gereden. Wat is jouw toekomst voor de komende maand? Hierna eventjes een volgende weekend helemaal niets. En dan de week daarna NK Marathon. En die woensdag daarna vertrek ik samen met Jeroen Boelen naar Zuid-Afrika voor de Cape Pioneer. Dat is een meerdaagse van de 7 dagen. En daar kijken we heel erg naar uit. Daar haal ik ook nog een heleboel motivatie uit om het einde van het seizoen echt nog eventjes flink door te pakken en daar naartoe te werken. Ja, dus samen met Jeroen is denk ik toch de man met een hele brok ervaring. Dat moet jou goed doen dat je ook door Jeroen mede op sleeptouw genomen wordt. Ja, zeker. Daar ben ik wel heel blij om dat ik met Jeroen dat kan doen. Ik weet gewoon dat hij al best wel veel ervaring daarin heeft. En we kunnen ook gewoon goed samen vinden. En ik denk dat we in zulke wedstrijden wel aan elkaar gewaagd zijn. Dat we op het ene moment ik misschien iets beter ben en dat hij op andere vlakken weer een stuk beter is. Ik denk dat we elkaar wel heel goed gaan aanvullen daar. Ja, ik kan niks anders zeggen dan veel succes in de komende wedstrijden. En toch gefeliciteerd met jouw derde plaats vandaag, Erik. Dankjewel.